Yo, kijkers van WatchJack en welkom bij een nieuwe aflevering van Realms of Middle-earth. En we zijn hier vandaag met een elfje. Hallo meneer. Hallo Juicy Leon. Fruits Ben. Goeiedag. Goeiedag. Ja, hey, wat doen we hier eigenlijk? Waar zijn wij? In Mirkwood en hier liggen de Twendil Halls van de elfen. Ja, dit is jouw thuisfront, denk ik. Ja, samen met Aladai Ru. Ja, Aladai Ru. Aladai Ru. In-game en naam is Ru. Yes, oh ja. Ah, jullie hebben wel een mooie banner hoor, ik ga even kijken. Dat is met gouden blaadjes. Grote boom. Ja, is dit... Jullie hebben deze banner trouwens en jullie hadden nog een banner, toch? Galadrim, even kijken. Zet ze dan allebei neer, jongen. Lothlorien. Bestaat hem? Ja, banner of Lothlorien. Ja, die ja. Ah, die is ook nice. Ja, jullie hebben twee gebieden eigenlijk. Ik kan het even zelf op de map laten zien. We zijn nu bij de Tranduil's Halls. Dit is zeg maar het gebied. Hoort Northern Mirkwood er ook nog bij, zeg maar? Of hebben jullie echt volledig Mirkwood? Of hoe moet ik het zien? Ik heb echt werk. Ik denk alleen Mirkwood. Ik denk dat we verder niet zoveel in Northern Mirkwood gaan zitten. Je weet met de survival natuurlijk een beetje, maar alles zal gewoon vooral plaatsvinden hier bij de Hals. Oh ja, jullie hebben echt de Woodland Realm is volledig van jullie met de Woodland Realm Hills. Oh ja, duidelijk. En even zien, dan zit hier Lothlorien. Dat is helemaal de andere kant op. Dat is hier, dit gebied. En bij welk plekje zitten jullie stad? Even kijken, bij de rivier. Bij de Hals. Helemaal rechts eigenlijk. Oh, rechts. Net onder de Karas Galadron. Ja, daaronder. Galadron. Dan tegen de rivier aan. Hebben we ook een haven en zo. Oh ja, dat is wel handig, want die loopt echt helemaal naar Gondor toe. Weet je trouwens al wie de koning van Gondor is? Dat wordt Dany. Ja, dat wordt Dany, jongens. Dat wordt wel spectaculair. Maar goed, jongen, laten wij eens even gaan kijken in jullie die kant Gondelaar. Op is, ja, denk ik. Ja, dit is toch jullie gebied eigenlijk? Ja, ik heb hier stiekem al een beetje gekeken. Dit is trouwens ook volledig gebouwd door het team van Edeldier destijds. En hij heeft dit allemaal gedoneerd aan ons. Om te bouwen. Het kan een beetje laggen, maar dat komt door de vele bomen, die blaadjes die er afvallen. Dat heb je. We moeten hier trouwens even af, volgens mij. Kunnen naar links of naar rechts? Ja, ik ben hier naartoe gegaan. Ik ben eigenlijk zelf nog niet zoveel geweest. Oh ja. Ik zit vooral in Lothlorien. Zo'n mooi gebied hoor. Moet je kijken, jullie hebben allemaal van dit soort gezellige dingetjes. Hier kunnen jullie dan lekker gaan chillen en zo. Ik vind het al... Kijk eens wat er fel ligt. Allemaal bomen met bomen. Ja. Hier daarachter zie je het al wel een beetje, toch? Yes, de ingang. Ja, en hier heb je ook allemaal hutten, ja. Jullie heeft het wel gaan verkopen aan spelers van ons voor silver coins natuurlijk. Ja, want jullie zijn ook op zoek naar spelers nog. Ja, naar nog gewoon wat actieve no-livers die lekker kunnen verzamelen voor ons. Ja. Maar dan kunnen we even aan het einde van de video wel even op terugkomen. Yes. Oh, deze bomen zijn wel gaaf, jongen. Alleen nog wel een beetje leeg, maar... Ja, mogen mensen gewoon zelf inrichten en zo. Komt allemaal goed. Nou, zullen we hier naar beneden springen? Yes. Wacht even hoor. Daar is de hal. We moeten hier even off-road gaan. Ik heb echt totaal niet echt veel FPS hier nu. Met een 1080 kaart. Nee, ik werk ook een beetje, inderdaad. Ja. Zal wel goed komen. Ja, we komen zo bij de Trendyol's Hals en dan valt het wel mee. Nou, dit is dus de ingang. Ik vind hem echt heel vet als je zo die bomen eromheen bekijkt. Echt wel cool. Echt vet gemaakt, inderdaad. Ja, het geeft ook echt gelijk weer dat gevoel van de film terug. Dus even... Dat is ook heel mooi. Goed gedaan, Jurgen. Ja, nice. Ik weet nog wel dat hij echt gewoon begon met hier een Let's Build-serie van te maken. Ja, precies. Dat heeft hij helemaal opgenomen natuurlijk. Ja, het is wel beter geworden zo, hoor. Nou, boom in de vloer. Ja, allemaal lichtstenen, hè? Of hoe heet dat? Gewoon... Hier zit het wel in de muur. Maar is het Glowstone Ore? Zal ik eens kijken? Glowstone Ore, ja. Dat is wel nice, man. Nou, gaan we hier naar binnen. En dan moet je kijken. Heb je de hallen. Wow. Dit is wel echt wel sick, hoor, jongens. Moet je kijken. Nou, jullie zijn de nieuwe goblins, maar dan in Elvis, in een elf. Mount Malino. Ja, Mount Malino 2.0, jongens. Maar oké, je komt hier dus binnen. Dan zie je en dus de banners. Zie je al meteen. Ja, nice, man. En... Ja, jullie hadden hier ook als het goed is een bank zitten, gevangenissen en dan ook nog... Laten we eerst even hier naartoe gaan. Want ik weet nog van Jurgens afleveringen, of in ieder geval van de Let's Build, dat hij hier iets had gebouwd met van die ton of zo. Ja, van de film. Je met water kan je met de ton, kan je net zoals in de film. Ja, hier zit de personal, precies. Ja. Hier worden wij binnenkort opgesloten. Vliegen. Ja, we kunnen wel vliegen. Hier zie ik al tonnen liggen, alleen... Volgens mij is het... Nee, dit is wel anders, maar het zat hier wel boven volgens mij. Ja, hier is hier het. Hier was het. Als het goed is. Ja, hier helemaal in het hoekje. Ik zie het al. Ik ben er. Oh, yes. Dit is wel geniaal. Ze hebben ook echt gewoon zo'n deur.
Hebben ze gewoon de wijnkelder, toch? Ja, en dan zo boom. Zie je dat? Geniaal, toch? Yes, ik ga gewoon met een ton erin. Ja. Kijk. Ik ga even mijn speed even laag zetten zo. Ja. Ja, en dan kan je wegvaren. Ja, dat, wel. Dat is wel leuk. Dus hier ga jij ook je avonturen, ga je achter alle dwergen aan. Dus als Dennis hier komt met zijn dwergjes, dan is het zo... Ja, een beetje handig kan dat ook wel natuurlijk. Ja. Niet meteen vijanden te worden. Oh, en hier hebben jullie een hal met al dat lichtsteen. Dus hier zit jij straks op samen met... Met de roem. Oh, ik zal niet op je troon gaan zitten trouwens. En we willen eigenlijk in de Twendo Halls een beetje ons, ons hooggebied maken waar wij gaan zitten. Ja. Dan kunnen we bijvoorbeeld taakjes doen elke week, kunnen we een beetje belasting innen, de huisjes verkopen. En dan in de Florian willen we eigenlijk het woongebied maken waar je allemaal huizen kan kopen. Ja, en wordt hier eigenlijk een beetje het... Hier wordt het survival dingetje. Yes. Oké, okay. Zullen we nog even kijken bij de bank en dan gaan we nog even kijken naar wat jullie volledige visie een beetje is op het betreft met allianties. Want ja, wij zijn alliantie, of niet? Yes, klopt, met Dil. Ja, klopt. Je hebt natuurlijk Dil. Nou, ik heb op Twitter, kunnen jullie ook wel een beetje kijken, daar heb ik al een screenshot gepost van, zeg maar, Dil zelf, het hoofdgebouw. Dus daar kunnen jullie allemaal een beetje volgen. Oh, dit zijn de forges trouwens. Dit is wel echt wel cool. En zeg maar, ja, dan kan je een beetje zien hoe wij progressie bieden. We hopen de richtlijn 1 december te houden. Dat zou wel het beste zijn. Dus ga er maar vanuit dat het dan speelbaar zou zijn in die tijd. Ja, jongen, dit is toch mooi, al die opslagen. Het is nog wel een beetje leeg, maar... Hier willen we een beetje, ja, als het ware de hertogopslag maken. Net zoals in Open Kingdom. Ja. Waar wij als lead ons dingetje kunnen doen. Ja, en hier hebben jullie de bank. Die vind ik ook wel heel vet. Yes, met even kijken. Land kopen kan je dan hier... Ja. Belastingleningen en belastingoverdag. Ja. Nice. En dan heb je natuurlijk gewoon de ender chest waar zeg maar alles in opgeslagen kan worden. Yes. Eigenlijk moeten we dan net als OKD eigenlijk gewoon 6 rijen met ender chest hebben, vind ik. Gewoon maximaliseren, hè? Ja, ja, maar dan moet je op OKD moet je natuurlijk wel betalen. Maar dat gaat bij ons natuurlijk niet zo zijn. Het ligt er aan hoe groot de server wordt, hè. Want als de server heel groot wordt en we moeten naar een dedicated server gaan... Ja, dan moeten we toch wel even kijken of we wel gewoon de invites ook betaalbaar kunnen moeten maken. Maar op dit moment is het allemaal nog gewoon whitelist. Whitelist kan je verdienen door mee te doen aan de invite zelf. Maar ja, het is niet dat wij winst willen maken met de server, maar dat het echt gewoon puur voor de playerbase blijft. Dat het gewoon leuk is om te spelen. En ja, ik moet zeggen, jongens, dit wordt echt een heel vet plekje. Zo met Ben en met Roel straks. Klopt. Ja, want jullie kunnen dan natuurlijk gewoon meedoen aan de invite. Wat jij net zei, Ben. Ja, en, we zoeken eigenlijk nog... 2 mensen, want elk land mag beginnen met 10 mensen in het begin. Ja. Later misschien meer, maar we gaan even kijken wat de server aan kan. Dus we zoeken eigenlijk momenteel nog 2 mensen die gewoon lekker kunnen verzamelen. Een beetje no-lifers. Dus ja, al heb je interesse, plaats even een reactie onder onze video. En neem ik even een kijkje als de video online staat. Yes, en trouwens nog 1 dingetje. Ik wil even kijken. Ben jij ook nog van plan om zelf iets te betekenen voor jouw spelers? Of is het echt gewoon dat je een aanspreekpunt gaat zijn? Of is het ook dat je evenementen gaat organiseren? Of heb je daar nog niet echt een idee van? Ja, we willen het wel gewoon actief houden. Dus misschien elke week weektaken of iets wat jij ook in zeer hebt. Zodat de spelers hun ding kunnen doen. En natuurlijk gewoon huizen verkopen, denk ik. Natuurlijk gewoon leuk gaan roleplayen of het ook een keertje met jou. Dan gaan we gewoon even langs deel met z'n allen. Jee. Ja, ik ga echt de storyline hieromheen maken. Yes, gameplay wil ook wel wat mee helpen. Ja, en wat ook al waarschijnlijk geconfirmed is, dat we nou bezig zijn met een soort van siege-achtig iets. Dus ja, daar moeten we ook nog wel een keer wat voor gaan verzinnen met wat we kunnen siegen. Maar wat is jouw mening daarover? Wat vind jij daar? Ik zou zeggen elke week fights natuurlijk, om het lekker actief te houden. Ja, het is wel heel anders PvP, maar dat weet je natuurlijk ook wel. Met speren, met meer range, et cetera. Oké, maar je hebt natuurlijk die speren. Kan je ook gooien. Ja, wil ik hem niet gooien. Kijk, als ik hem sla, dan zie je dat er een cooldown overheen komt. Dus ik kan niet 2 keer slaan, zeg maar. Kijk, ik kan heel snel klikken. Dat hoor je nu waarschijnlijk niet, maar... Het duurt echt heel lang voordat je staat. Rechtsonder staat een cooldown. Ja. De hamer is hier wordt langer, maar dan zou je ook meer damage doen, dus... Ja. Vet systeem.
Yes, en daarmee wil ik ook nog eventjes de video beëindigen. Dus ja, leuk om te weten. Ik wens jou succes in Mirkwood. Ik ga even naast je staan. Ja, ook in deel natuurlijk. En we zullen elkaar willen spreken. Ja, dat gaat zeker vast en zeker goed komen. Dus jongens, willen jullie meedoen aan het project? Doe nog even in de reacties. Of laat het even weten waarom je mee zou willen doen. En eventueel gewoon, ja, moeten ze nog iets belangrijks inzetten? Sowieso Skype, denk ik. Natuurlijk Minecraft naam. Skype, zodat die kunnen bereiken. En gewoon wat informatie over jezelf en waarom je jou moet kiezen. Yes, en natuurlijk deze video liken, heel belangrijk. En subscriben. Dus yes. Ja, jongens, hou het in je hoofd. 1 december gaan we proberen live te gaan met de server dat iedereen kan spelen die een invite wint. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En jou ook, Ben, voor meedoen. Dus, yes, top, geen probleem. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Later!